Hallo beste kijkers, hartelijk welkom voor hopelijk weer een spannend potje voetbal. Ik ben Sieke van Spreek, mijn collega is Jeroen Guter en samen zitten we weer klaar om deze van commentaar te zien. Denken dat dit een bijzondere wedstrijd kan worden. Jeroen, ik heb er zin in. Nou zie het, hopelijk gaan we een spannende en aantrekkelijke wedstrijd tegemoet. De sfeer in het stadion is in ieder geval prima. De thuisploeg gaat met deze spelers het veld op. Het lijkt erop dat ze 4-5-1 gaan spelen. Dat ja, kan een beetje negatief overkomen, hè? Maar als ik naar het middenveld kijk, dan zie ik ook twee vooruitgeschoven spelers. Die in elk geval wat meer vooruit denken. Dus de eenzame spits kunnen ondersteunen. Het uitteam gaat met deze elf het veld op. Als ze al gaan aanvallen vandaag, dan zal dat veelal door het midden gaan. Want de flanken zijn behoorlijk ondermand vandaag. Of onderschat ik nou die backs? Nou, daar heb je gelijk in, Siert. Want daar ligt de ruimte voor de vleugelverdedigers. Thank you. Enjoy the game. Aftrap, eerste helft. De wedstrijd is begonnen. Deze paas kan hij pakken. Ver komen met de bal aan de voet. Een schot voor de voorsprong. Weet hij hier wat van te maken? Hij houdt hem tegen. Wat een reactie van die doelman. Nou, als je van dichtbij nog zo kan reageren, dat is bijzonder imponerend. Komt de hoekschop in het midden. Zo'n bal moet je toch wegwerken. Hij probeert hard uit te halen. Maar hij vergeet die bal te drukken. Dit zou wel eens iets kunnen worden. Ah nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Er komt iemand helpen. Zijn schot belandt ver naast het doel. Nou, die tackle heeft hij de bal niet meer. Daar zit hij goed tussen.
Ze staan tijdens zo'n seizoen honderden uren met elkaar op het trainingsveld. Dat kun je hier zien. De spelers weten elkaar heel goed te vinden. Slechte paas. En nu de bal kwijt. En de opbouw. Er wordt naar mogelijkheden gezocht. De doelman hoeft niet eens te bewegen voor die bal. De bal afgepakt. Het publiek vraagt om een schot. Ja, eitje voor de keeper natuurlijk. Als hij zo gaat dribbelen, dan moet je uitkijken hoor. Oei, jammer van die aanval. Ze raakt de bal alsnog kwijt aan de tegenstander. Carlos Mané. Onderschept die paas. Hij is hem kwijt. Hij is zijn tegenstander voorbij. Bennett. Bal gaat rond. Wacht op dat gaatje. Daar is het schot. Schot makkelijk gestopt door de keeper. Tegenstander neemt over. Hij gaat schieten. Oh, wat een heerlijk schot. De techniek druipt er vanaf. De bal weggewerkt. Nog een minuutje extra speeltijd. Trekker overhaald. En we gaan rusten. Niet weggaan, blijf kijken. Zo dadelijk de tweede helft. En bij deze gelijke stand is het de vraag wat de tweede helft zal brengen. Hier is de aftrap. Na die tackle is hij de bal kwijt. Knap ingegrepen hoor, een stevig blok gezet en de voorzet gesmoord. Op de flank is wat ruimte. Maak je wat van deze corner, dan pak je de voorsprong. Het publiek moedigt de spelers aan. Als ze uit deze situatie scoren, dan nemen ze de lijn.
Deze wordt kort genomen. Schot om voor te komen. Het scheelt een stuk. Heel wat, dit schot ruim naast. Is gelopen. De druk. Ja, de druk neemt toe. Ach, ik heb zelf het bos ingestuurd. Nou ja, zelfs van het pad af. Ze verspelen de bal. De tegenstander weet hem niet af te stoppen. Het schot gaat ruim naast het doel. Hiermee. Hij keert dat schot. Ze hebben besloten om een speler van de bank te halen. Corner voor het doel gebracht. Ik telde hem al, maar die speler stak er op het allerlaatste moment een stokje voor. Ja, sterk verdedigd. Het wordt gepaast. En dus balverlies. Het afgelopen kwartier waren de bezoekers die de wedstrijd dicteren. En ze hebben toch aardig wat mooie scoringskansen afgedwongen. Maar die winnende treffer blijft vooralsnog uit. Deze pakken ze goed af. Nu kan hij ergens mee komen. Een gelijke stand hier, maar ze dringen aan. Prima redding. Dat het nu nog gelijk staat, dat is aan hem te danken. Aan die keeper die het uitstekend doet. Want normaliter gaat zo'n kans er altijd in. We hebben nog 15 minuten te gaan. Dat is een sterke onderschepping. Deze paas onderschept hij. Bennett. Bal gaat uit naar die ingreep. Ingooi voor de tegenpartij. En komt hier dan alsnog het doelpunt waarmee ze de wedstrijd winnen? De tegenstander kan zich herstellen. En de aanval loopt al dus spaak. Is alweer even aan de bal. En die bal zeilt naast het doel. En een andere speler gebruikt. We hebben nog 5 minuten te spelen in de reguliere speeltijd.
Die bal gaat feilloos van de ene naar de andere speler. En ik krijg meteen het deksel op de neus. Bal kwijt, aanval voorbij. De speler wordt geholpen. Als deze aanval tot het doelpunt leidt, is het echt op het nippertje. Maar ze winnen dan wel gewoon. Er komt 3 minuten extra speeltijd bij. Die ingreep is niet volgens het boekje hoor. Waarschijnlijk geel. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Tijd om te wisselen, zegt de coach. Na 90 minuten geen winnaar.